President Desiree Wouterse heeft vandaag op een persconferentie aangegeven dat de politieke partij Doe het moeilijk had in de coalitie. Dat bleek duidelijk in zowel de Nationale Assemblée als daarbuiten. Volgens het staatshoofd heeft de partij een brief ontvangen waarin de regering omstandig is ingegaan op de stappen die zij zouden nemen met betrekking tot artikel 148 van de grondwet. Heeft door een brief gestuurd aan de president. Een brief welke alleen voor de ogen van de president bestemd was. En natuurlijk had ik het al toen gelezen in een van de media, wat niet zo erg kies was. Maar je voelde al dat Doe problemen heeft. Nou heb ik niet de behoefte om te gaan bemoeien in interne aangelegenheden. En ik heb dus gezegd, kijk, ik zie alle hele tijd dat de zaak heel erg stroef gaat, dus laten we de zaak hier beëindigen. Ik zeg maar, jullie zijn zulke goede partners, we zijn zulke goede partners. Laten we samen kijken hoe dit naar buiten gaat. U mag een brief schrijven, maar u laat me wel lezen zodat we het samen naar buiten brengen. President Wouterse zegt dat hij kort nadat zij uit elkaar zijn gegaan in de media al kon lezen wat er besproken was. De president zegt dat hij minister Guido Dodson van NH vrijdag antwoord zal geven op het ter beschikking stellen van zijn portefeuille. Ten aanzien van het 8 december strafproces, dat blijkbaar voortgezet zal worden, zei Wouterse dat de zaak bij de krijgsraad is. En wanneer het zover is, dan zien we het wel, gaf hij aan. Aan de president werd concreet gevraagd wanneer de koers omlaag gaat. De regering gaat er met zijn deskundigen, met andere Surinamers, er alles aan doen om de koers richting beneden te brengen. Het is geen kwestie van, kijk, als het een broeders kan zeggen, ik koop het morgen voor je. Er komt heel veel achter kijken. In elk geval, ik beloof het voor de tweede keer, we gaan hem naar beneden moeten krijgen. Even nu die zakkoos naar de hoogjes, maar ik weet niet, dit is nog veel. Dus we moeten, en gaan we best aan doen met anderen. President Desiree Wouterse vandaag op een persconferentie in het perscentrum. Hij is ingegaan op onder andere het opzeggen van de samenwerking met Doe en het stabiliseren van de wisselkoers.